Vrienden, welkom. Dit was Devil's Word van de band Actions. En dit was de eerste multitrack die we met Mix Club 22 hebben gemixt en gemasterd. En als ik nu zo terugluister, en dit is een jaar geleden, meer dan een jaar geleden, dan zou ik nu toch wel een aantal dingen anders hebben gedaan. Goed, ik ga jullie wat vertellen over hoe Mix Club 22 is ontstaan en wat het is, en waarom we bestaan. En ik leg ook uit hoe we te werk gaan. En dit is met name ook voor de mensen die nieuw zijn toegetreden tot de Mix Club, om die in te lichten over wat hier allemaal gaande is. Nou, de artificiële intelligentie werkt niet heel goed, zie ik. Maar we doen het er maar mee. Maar goed, Mix Club 22 is ontstaan in 2022. En eigenlijk nadat het lesprogramma van klas E22 van Sound Education Nederland zo goed als over was. En voor degenen die meedoen aan de Mix Club, jullie zijn allemaal studenten of oud-studenten van Sound Education Nederland, hoef ik jullie niet te vertellen wat voor fantastische opleiding dat is, waar je al ontzettend veel leert over mixen en masteren. Maar toch wilden een aantal van ons toen de tijd ons daarin verder bekwamen en besloten we om Mix Club 22 in het leven te roepen, om eens in de zoveel tijd een multitrack te mixen en te masteren. En niet alleen dat, om ook op elkaar feedback te geven, zodat we ook op basis van die commentaren een nieuwe mix en master zouden kunnen maken en ook daarvan zouden kunnen leren. Dus de doelstelling was om meer vaardigheden op te doen in mixing en mastering, maar ook om te proberen om sneller een mix af te krijgen. Ik weet nog wel, toen ik veel jaren geleden begon, kon ik echt maanden doen over een mix. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Zeker niet als je dat commercieel wilt gaan doen. Dus met de Mix Club 22 hebben we eigenlijk ook als regel dat je een mix binnen 2 dagen moet maken, inclusief de master. Dat zet best wel wat druk op de ketel, maar daardoor leer je wel snel beslissingen te nemen. Een andere doelstelling is ook het geven van feedback. En ik heb zelf gemerkt dat het echt heel nuttig is om goed naar mixen en masters te luisteren van andere mensen en daar feedback op te geven. Omdat je daardoor ook gaat realiseren, veel beter gaat realiseren wat er fout is of wat er beter kan met je eigen mix. Dus dat was een tweede doelstelling, om ook die feedback te geven en daar ook zelf beter van te worden. En ook na te denken hoe je dan die feedback zou moeten geven. Nou, we hebben afgelopen meer dan een jaar nu een aantal mixsessies gedaan, waar steeds een aantal mensen aan hebben deelgenomen. En ik moet zeggen, ik heb daar heel veel van geleerd. En ik denk dat mijn mixen, mede door de Mixclub, maar ook door andere projecten die ik heb gedaan, een stuk beter zijn geworden dan mixen die ik een jaar geleden of een aantal jaar geleden heb gedaan. Dus in die zin vind ik de Mixclub wel een succes. Bovendien is het gewoon heel erg leuk om te doen en ook om op die manier contact te houden met een aantal mensen die ook de opleiding van Sound Education Nederland hebben gedaan. En natuurlijk zijn er ook nieuwe studenten welkom. Goed, nou, hoe werken wij? Nou, allereerst hebben we een Facebook pagina, Mix Club 22. Dus als je mee wil doen aan Mix Club 22, dat is dit meestal de eerste ingang. Als je je eigen hier aanmeldt, dan zie ik dat. En dan reageer ik daar ook op. Dan laat ik je toe tot de groep.
En dan vraag ik je ook om mij even een e-mail te sturen, zodat ik je kan registreren in een Excel-sheet die we bijhouden. Die laat ik zo meteen nog even zien. En ik stuur je nog wat andere informatie toe, zodat je weet wat er van je wordt verwacht. Want de Mixclub is vrijwillig. Je mag meedoen, maar als je meedoet, dan is het niet vrijblijvend. Omdat we in die mixsessies ook verwachten, en de anderen verwachten, dat je feedback heeft op de mixen die gemaakt zijn. Goed, dus we hebben een Facebook groep. En daarnaast maken we ook gebruik van HiDrive als een alternatief voor Dropbox. En daar delen we eigenlijk alle bestanden die we nodig hebben. Dus dat zijn onder andere de multitracks. Dus de mixen die we hebben gedaan of nog gaan doen. En hier zie je een aantal staan die we hebben gedaan. Dus Devil's Words, die heb ik net laten horen. Maar we hebben ook Born Ready gedaan, Dirty, nou, enzovoort. Dus we hebben een aantal hebben we er gedaan. En binnenkort gaan we Arizona doen. Erg gaaf nummer, erg gaaf. Goed. Nou, verder staat daar alle feedback in. Dus als je gaat naar Devil's Words, voor example, dan zie je daar alle mensen staan die mee hebben gedaan in die eerste mixsessie. En als je vervolgens naar die betreffende folder gaat, dan zie je ook de initiële mix en master die zijn gemaakt. En ook de nieuwe mix en master op basis van de commentaren van twee andere mensen in de mixsessie. En die feedback, ik zal het zo meteen ook laten zien, die staat ook allemaal op HiDrive. Iedereen kan dat bekijken en je kunt ook de mix beluisteren. En op die manier kun je ook nog leren van feedback die door anderen op andermans mixen zijn gegeven. Ook dat is erg nuttig. Nou, en daarnaast staan er nog een aantal andere bestanden in op HiDrive. En die ga ik zo meteen laten zien. Dus we hebben de Facebookgroep, daar kom je binnen. Je stuurt mij een e-mailtje en dan komt het hopelijk allemaal goed. Nou, als we dan kijken naar een aantal van die bestanden die we hebben, die ik je dan ook toestuur op het moment dat je hebt aangemeld, dat is allereerst zijn dat de spelregels. Hier staat uitgelegd in enig detail van wat we beogen met de mixclub. He, dus de doelen zoals ik ze net heb aangegeven. En nogmaals ook hier aangegeven, deelnemen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Omdat per mixsessie maak ik een schema. En word je ook geacht om feedback te geven op de mixen van twee andere deelnemers. En mocht je tijdens een mixsessie afhaken, ja, dan krijgen een aantal deelnemers dus geen feedback. Dus dat is niet de bedoeling. Dus als je meedoet met een mixsessie, dan moet je hem ook afmaken. Je mag best zeggen van nou, ik doe een mixsessie niet mee, dan sla je er een over, doe je de volgende keer weer mee. Dat is allemaal prima. Maar als je eenmaal hebt aangemeld, dan moet je hem ook doorlopen. Anders kom je op de zwarte lijst en mag je een volgende keer niet meedoen. We zijn erg streng. Nou, er staat ook uitgelegd van hoe we alles uitwisselen, alle bestanden. Dus HiDrive heb ik een aparte handleiding voor gemaakt, een aparte video. Hoe we komen tot de keuze van een multitrack. Maar we stellen ons de beurt, stellen we allemaal een nummer voor om te gaan mixen. Dus als je meedoet, kom je ook een keer aan de beurt. Maar het moet wel zo zijn dat die multitrack moet een dusdanige licentie hebben. Of misschien moet ik zeggen, ook geen licentie is ook prima. Zodat iedereen die mix maar ook mag verspreiden op zijn eigen webpagina en social media, etc. Dus als er echt een copyright of iets dergelijks op zit, waardoor je dat niet mag verspreiden, dan kunnen we die multitrack voor de mixclub niet gebruiken. Nou, er zijn allerlei websites waar je die multitracks kunt downloaden. Dat staat hier uitgelegd. Nou, voor het maken van de mix en master, daar reserveren we 1 week voor. Maar
De gedachte is om toch te proberen om binnen 2 dagen die mix en master te maken. Nou, er staat uitgelegd hoe je uiteindelijk de mix en master moet aanleveren. En hoe je vervolgens dan feedback geeft op het werk van anderen. Dus dat staat hier allemaal netjes uitgelegd en hoe je dan ook weer verder moet met de feedback die je hebt gekregen. Nou, als je na het lezen van al deze teksten en spelregels, als je dan nog steeds enthousiast bent en niet bent afgevallen, dan mag je meedoen en kom je definitief, ben je definitief toegetreden tot een mixclub. En dat is toch een beetje een elitair groepje. Kun je verder met handleiding van de High Drive te bestuderen. Hier staan wat technische details in van hoe je kunt inloggen via de webbrowser of via de High Drive app, zodat je ook toegang hebt tot alle bestanden. En ik heb een aparte video gemaakt, zoals ik al aangaf, waar ook die uitleg nog een keer in staat, als je dit hele document niet wilt lezen. Goed, dan hebben we ook nog een template. En dit is een template om feedback te geven. En dat is meer een richtlijn dan dat je nou per se al deze punten moet volgen. Maar het geeft een aantal zaken aan waarop je feedback zou kunnen geven als je een mix en een master beluistert. En deze punten die heb ik gehaald uit de mix template van Sound Education Nederland, maar ook uit het boek van Wessel Oldheden. Want ook hij heeft een heel stuk geschreven over hoe je mixen beoordeeld, en dat staat in zijn boek beschreven. En ik heb de vrijheid genomen om die paar pagina's over beoordelingscriteria ook op High Drive te zetten. Dus daar kun je nog een keer nalezen. Dus dat is dit document. Maar die punten die hier staan, die heb ik ook in deze mix template verwerkt. Dus op al deze punten kun je dan feedback geven. Dus nogmaals, je hoeft ze niet allemaal af te lopen. Je mag ook deze hele template negeren. Maar het is wel nuttig, denk ik, vind ik althans zelf, als je toch goed nadenkt over alles wat hier staat beschreven. Het zorgt ervoor dat je ook veel beter gaat nadenken over je eigen mixen. Goed, voor de master is een aparte sectie hier gemaakt. En daar staat onder andere in, is er ook bijvoorbeeld metadata aanwezig. Want master is niet alleen processen, maar is ook zorgen dat je alles in het juiste formaat aanlevert uiteindelijk. Bijvoorbeeld 24 bit en 44 kilohertz. Dat je metadata toevoegt, bijvoorbeeld wie is de artiest, wat is de titel van het nummer, enzovoort. Dus ook dat kun je hier allemaal beschrijven. En daar kun je feedback op geven. Nou, dus dit is het template. En om een voorbeeld te laten zien van hoe dat werkt, zal ik er gewoon één pakken. Dit is weer Devil's Words. En hier staat, deze mix is gemaakt door Alexander. En er is feedback gegeven door bijvoorbeeld Elvis hier. En dan openen we dat en dan zien we dat deze template is ingevuld. En op basis van die feedback kan dan een nieuwe mix worden gemaakt. Nou, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je niet alleen maar zegt van nou, het is een mooie open mix. Want daar kun je verder, kan zo iemand die de mix heeft gemaakt verder niet mee. En je moet wel opbouwende kritiek durven te geven. En ook zeggen wat waarvan jij denkt hoe de mix verder of de master verder verbeterd kan worden. Dus alle kritiek mag worden gegeven, zolang opbouwend. Omdat iedereen daar het meeste aan gaat hebben bij het verbeteren van de
van de mixen. Goed, dus dat is de feedback. En dan uiteindelijk hou ik ook een Excel sheet bij. Die vind je ook op de High Drive. En in die Excel sheet, daar staan alle deelnemers. Het is misschien moeilijk te lezen, maar hier staan alle deelnemers die zich hebben aangemeld. Hier staan alle mensen die de mixclub alweer hebben verlaten. Dat is er op dit moment maar eentje. En ik heb per mixsessie, voor de huidige mixsessie, geef ik steeds aan wie zich heeft aangemeld en wie dus meedoet. En de anderen doen dus deze huidige mixsessie niet mee en zijn gewoon de volgende keer weer welkom. Nou, je kunt zien welke mixsessies we al hebben gedaan. Dus dat begon in november. We hebben er een in februari gehad, 2023, in mei, juli. September hebben we er nog één gehad. En de volgende begint 5 januari 2024. Dus dat is ongeveer het proces. En ik hou ook een beetje bij van wie wel meedoet en wie beoordeelt, et cetera. Maar het principe van beoordeling is heel simpel. Je kijkt in deze lijst en je beoordeelt de twee personen die na je in de lijst voorkomen. Dus uiteindelijk, op het moment dat we echt van start gaan met de mixsessie, dan sorteer ik deze gehele lijst zoals hij hier staat. Dan zeg ik dus data sort, om het toch maar even te laten zien. Hup. Dan komen alle mensen die meedoen met de huidige mixsessie, die komen bovenaan. En degene die, en je beoordeelt de twee personen die onder je staan. Dus Bram beoordeelt mij en Alexander. Ik beoordeel Alexander en Paul. Alexander beoordeelt Paul en Elvis, enzovoort. En degene die hier, Arjen, die beoordeelt Bram en mij. Ja, dus hieronder zijn mensen die niet meedoen, dus dan begin je gewoon weer bovenaan in de lijst. En deze volgorde die verandert elke keer, omdat ik de lijst sorteer op basis van een random getalletje. Dus bij iedere mixsessie zal iemand anders jou beoordelen en beoordeel je zelf ook andere mensen. Dus dit is hoe die Excel sheet werkt. Dus je kunt ook zelf steeds zien wie er meedoet in een bepaalde sessie. En zodra de mixsessie is begonnen, dus op 5 januari, dan heb ik deze lijst definitief en ook gesorteerd. En kun je ook zien wie je moet beoordelen en wie jou beoordeelt. En op het moment dat de mix en master af is, dan zet je hem dus hier op High Drive. Dus op dit moment, de huidige mixsessie is Arizona. En alleen Elvis heeft al de mix en master aangeleverd. De rest is nog niet begonnen of is nog bezig. Ik heb ook nog niets ingeleverd, zie je, en de anderen ook nog niet. Maar op het moment dat die mixen hier staan, dan kunnen degenen die moeten beoordelen in principe al aan de slag. Nou, misschien is het belangrijk om nog één ding op te merken. Dan ga ik even terug naar de Excel sheet. Is dat er in de Excel sheet, maar ook op Facebook, komen alle deadlines te staan. Dus per mixsessie staat er een deadline voor het aanmelden. En dat is voor de huidige mixsessie is 1 januari. Dus dat is de deadline voor aanmelden. Als je niet voor die deadline aanmeldt, dan kun je niet meer meedoen. Omdat ik na deze deadline, dan maak ik deze Excel sheet definitief. En dan verandert die niet meer. En dat bepaalt dus ook wie gaat beoordelen. Nou, de formele start staat ook aangegeven, 5 januari. En dan een week later, 12 januari, wordt die ingeleverd. En nog een week later moet alle feedback binnen zijn. En dan krijg je 2 of 3 dagen om een nieuwe mix en master te maken. Dus al deze data, dus al deze deadlines, die staan in de Excel sheet.
Nou is het zo dat in principe de start van de mixsessie is, zoals het hier staat aangegeven, 5 januari. Echter, de multitracks die staan al veel eerder op High Drive. Dus het kan best zijn volgens mij deze laatste mixsessie stond in oktober al op High Drive. Dus voor degene die dan al eerder willen beginnen, die kunnen dan direct aan de slag. En dan kun je ook een beetje, afhankelijk van je eigen agenda, kun je toch al die mix maken. Binnen 2 dagen, of als je er meer tijd voor nodig hebt, kun je die dan ook nemen. Maar dus de multitracks staan nog vaak veel eerder dan de echte start van de mixsessie. Nou, nadat de mixsessie is afgelopen, dan kijk ik even wie heeft meegedaan. En dan vraag ik aan een van de personen die heeft meegedaan om een nieuwe multitrack voor te stellen. Zodat we allemaal een keer aan de beurt komen bij het aanleveren van een multitrack. En dat mogen allerlei verschillende stijlen zijn. En we hebben al van alles gehad. Van rock tot, ik weet het allemaal niet. Wat is het? Reggae en van alles. Het mag ook een nummer hebben zijn wat je zelf op de plank hebt liggen en misschien zelf hebt opgenomen. Dat mag je ook inbrengen, zolang het allemaal maar van redelijke kwaliteit is. Nou, ik denk dat een beetje het verhaal is. Ben ik wat vergeten? Ik denk het niet. Dus dat betekent dat, mocht er nog vragen zijn, dan kun je mij bereiken via de Facebookgroep of je kunt mij een e-mailtje sturen. Maar ik denk met alle informatie die op High Drive staat, dan moet je een heel eind kunnen komen. Goed, nou mensen, heel veel dank voor jullie deelname. En ook heel veel succes en sterkte bij de komende mixen en masters. En ik hoop dat jullie er veel plezier aan beleven, maar dat je er ook heel veel van leert. Goed, tot binnenkort.